Het nieuws van vrijdag 1 augustus. De schrik zit er goed in het Achterhoekse buitengebied. In korte tijd zijn twee echtparen in Doetinchem en Zelhem thuis met grof geweld overvallen. Het is nu al een maand verboden om te roken in de horeca. Toch staan de asbakken in een enkele kroeg nog gewoon op de bar. Het moet aan de schaak failliet. Nu zijn de schapen eigenlijk de vervanging voor mijn penselen. Het zijn volwaardige kunstenaars. 250 schapen. Ze maken de komende dagen met z'n allen een kunstwerk. Goedenavond. Verbijstering, woede en een diep gevoel van onveiligheid. Bewoners van het gebuitengebied in Zelhem zijn geschokt door de brute overval op een bejaard echtpaar afgelopen woensdag. Een maand geleden gebeurde iets dergelijks in Doetinchem, een paar kilometer verderop. 10 rechercheurs zijn op jacht naar twee mannen die een 75-jarige veehandelaar en zijn 69-jarige vrouw thuis zwaar mishandelden. De man raakte zo zwaar gewond dat hij nog niet kan praten. De criminelen zijn te werk gegaan als roofvogels. Ze zoeken een geschikte locatie, observeren en slaan dan toe. Zo is het waarschijnlijk ook gegaan bij de overval op de Zelhemse veehandelaar afgelopen week. Buurtbewoners zeggen dat ze in de dagen voor de overval al een paar keer een auto hebben gezien. Het wekte de indruk dat de inzittenden de omgeving aan het verkennen waren. Dit is de tweede gewelddadige overval in korte tijd in deze buurt. Het gevoel van veiligheid verdwijnt bij de mensen. Ja, ik ben wel eens bang geweest. We hadden niet voor niks die twee grote honden. Ja. En hoe vaak hebben ze geprobeerd bij u in te breken dan? 3 keer. We zorgen toch wel dat 's avonds op tijd de deur dicht gaat. In de opslot. Je wordt toch wel iets voorzichtiger meer. Aanvankelijk nam je dat niet zo nauw. Nee, maar dan word je toch als het hier in de buurt zo begint, word je toch echt wel voorzichtiger mee. Doe s'avonds op tijd de deur dicht. Deuren gaan eerder op slot. Honden worden aangeschaft. Iedereen is waakzamer en alerter om de roofvogel buiten de deur te houden. De angst in Zelhem zit er dus goed in. Ter plaatse is verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, waar sta je precies? Ja, ik sta in het buitengebied van Zelhem, vlakbij de boerderij waar afgelopen woensdag die gewelddadige overval heeft plaatsgevonden. En wat je wel kan waarnemen is dat er steeds meer van dat soort gewelddadige overvallen plaatsvindt op boerderijen. Je kan het ook wel zien, hè? Het zijn natuurlijk stille landwegen, heel weinig verkeer. Verderop zie je dan een boerderij waar natuurlijk heel weinig zicht op is. Dus ja, voor de criminelen zijn het misschien ook wel hele mooie plekken. En dit soort overvallen hebben dit jaar al plaatsgevonden in onze provincie. Bijvoorbeeld in Nijkerkerveen, in Oosterhout, in Doetinchem en nu dus in Zelhem. En je ziet dus duidelijk zo'n toename van dit soort gewelddadige overvallen in de buitengebieden. Je zegt het zelf ook al, er is bruut geweld gebruikt bij deze overvallen. Is dat ook wat je hoort bij de mensen die je spreekt? Ja, de mensen die je spreekt die hier in de buurt wonen van deze boerderij, die zeggen allemaal, ja, het is schokkend wat er gebeurd is. Maar wat ze heel erg schokkend vinden is dat het gebeurt in je eigen huis. En dan niet eens een inbraak terwijl je weg was, maar echt op een hele gewelddadige manier binnendringen, heel veel geweld gebruiken. En daar schrikken mensen heel erg van. Het is niet op je kantoor, het is niet op je werk. En dat maakt toch wel heel veel emotie los bij mensen. Ook verontwaardiging hier, want je hoort ook bij mensen zeggen, ja, we hebben nog nooit een politie-surveillance gezien. Nooit zie je hier politiewagens. En nu afgelopen dagen meerdere politiewagens, ook mensen die in Burger langskomen, politiemensen. Daar zijn ze ook wel een beetje verontwaardigd over, want waarom nooit eerder? Maar ik moet ook zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ja, er wordt natuurlijk niet elk week ingebroken in een huis of gebeurt dit. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, geen paniek eigenlijk. Ja, verschillende reacties. Jacques vanuit Zelhem, dankjewel. Het rookverbod in de horeca is nu precies een maand van kracht. In bijna alle kroegen zijn de asbakken voorgoed verdwenen. Maar sommige eigenaren van kleine cafés verzetten zich nog. Zij vrezen failliet te gaan als er niet meer gerookt mag worden. Zo ook café De Bluffkikker in Haaften. Hier mag dus nog gewoon gepaft worden. Het is voor deze mensen weer genieten in café De Bluffkikker. Het mag namelijk weer van de eigenaar. Een zwaar checkie opsteken. De asbak was een paar dagen weggezet. Maar het gevolg dat de klanten ook wegbleven. Maar nu vullen de rookwalm het cafeetje weer. Het moet aan de schaak failliet. Volgens uitbaten van Doesburg kelderde zijn omzet enorm toen het niet meer mocht worden gerookt. Hij beweert dat zijn gemiddelde dagomzet 1500 euro was.
En na het rookverbod verdiende hij nog maar €500 op een dag. Om te blijven voortbestaan laat hij het roken nu toe. Ik vind het toffie, maar voor mij wel hoor. Dat hoort erbij. Het is toch geen duvel aan. Als je hier zit en je zit lekker aan een potje bier, dan heb je toch een peukje nodig ook. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert cafés op naleving van het rookverbod. De inspecteurs zijn nog niet in café de Bluffkikker geweest. Van Doesburg hoopt dat ze snel komen en hem een boete geven. Als ik die eerste boete krijg, dan kan ik actie ondernemen. Zo gauw als ik niet geen boete krijg, kan ik geen actie ondernemen. Hij wil dan naar de rechter stappen en duidelijk maken dat zijn café alleen kan voortbestaan als er gerookt mag worden. Want anders is het gebeurd met café de Bluffkikker. Dat is mijn lust in mijn leven. Echt waar? De Volksuniversiteit in Harderwijk is failliet. Volgens de stichting zijn de kosten voor personeel, huur en energie te hoog geworden. De Volksuniversiteit organiseerde 20 jaar lang cursussen van taal tot kunstgeschiedenis en meubelstofferen. Daar kwamen jaarlijks ongeveer 850 mensen op af. Het is een jaarlijkse traditie. Alle voetballers uit de eredivisie moeten worden vastgelegd op de gevoelige plaat. Vanmiddag was de selectie van Vitesse aan de beurt. Maar wat doe je als de belangrijkste speler ontbreekt? Het duurt even voordat de selectie van Vitesse klaar is voor de fotosessie. De sokken blijken een belangrijk probleem. Nou, een paar keer uitleggen schijnt toch soms wel een beetje moeilijk te zijn, dus je moet de jongens dan een beetje helpen. Ja, materiaalman van Vitesse, dat zou een mooie bijbaan voor je zijn misschien. Nou, ik pas even, ik ben beter in wat ik hier doe. Dan is het eindelijk zover. Maar de selectie is niet compleet, want doelman Piet Veldhuis ontbreekt. Hij is naar de Olympische Spelen. Het wordt als volgt opgelost. Zijn stand-in heeft wel een overeenkomst met Veldhuizen. Ik kom ook uit Nijmegen, dat klopt. En ik woon ook nog bij Piet Veldhuis in de buurt, dus dat is ook toevallig. Maar wie is nou de meest fotogenieke speler bij Vitesse? Ik denk dat Kolk altijd wel goed op de foto staat. En Heim zeker ook, die heeft de haartjes altijd wel goed gedaan. Jackie. En waar zaten Mos on the picture? Wie? Haat. De better is not here. Ik denk, ik heb net Sandy Kolk een compliment gegeven. Ik vind een heel mooi haardag. Vooral vanwege zijn haar leidt Sandy Kolk dus voorlopig in de tussenstand. Maar wie zou hij zelf kiezen? Ik denk Jakubu. Simpel. Die staat altijd goed op mijn foto. Ja, ze moeten een beetje bos kijken. Ja, boos. Mag wel. Ik hou meer van foto's waar wat te vieren valt. Terug naar de verkiezing. Kolk is inmiddels bijgehaald door Jakubu. Ja, Jackie is altijd... Hij is altijd in voor een grapje, dus ik denk dat hij van hem wel, dat er bij hem wel altijd iets leuks erop staat. En de winnaar is dus uiteindelijk duidelijk Aboubakari Jakubu. Maar Jackie krijgt ineens last van cameravrees. Jackie, één vraagje. Ja, die heb ik in de... ja, eentje. Ja, kom op Jackie, kom. Voor het eerst is een prestigieuze Europese onderzoeksbeurs uitgereikt. In de Nijmeegse Radboud Universiteit is de gelukkige. Twee hoogleraren krijgen €6 miljoen voor onder andere onderzoek naar zwarte gaten in de ruimte en de interne structuur van sterren. Superzware zwarte gaten en hoogst energetische kosmische deeltjes. Voor de meeste mensen volstrekte abracadabra. Maar onderzoeker Heino Volke van de Radboud Universiteit is een expert op dit gebied. Hij heeft met zijn onderzoeksplan €3,5 miljoen binnengehaald. We willen graag junior onderzoekers aanstellen die wetenschappelijk onderzoek doen met een groot radiotelescoop LOFA dat we hier in Nederland bouwen op dit moment. En ook met een groot detector die in Argentinië staat, het OSEE-telescoop. Het klinkt als een enge science fiction film. Objecten in de ruimte die alles opslurpen dat maar in de buurt komt. Helaas voor ons, met het blote oog is het niet te zien. Daar hebben we telescopen voor nodig. Eén die we daar kunnen zien, ja, een grotere telescopen. En die kunnen de radiostraling waarnemen die van deze zwarte gaten worden geproduceerd. Dat willen we graag weten. We zijn nieuwsgierig. Als er dingen zijn in het heelal die zo raar zijn... dat we ze niet kunnen begrijpen. We willen graag weten, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? De €2,5 miljoen die overblijft gaat naar hoogleraar Connie Aerts. Zij onderzoekt de interne structuur van sterren. Het zijn niet alleen de sporters die afreizen naar Peking voor de Olympische Spelen. Ook de barmedewerkers stappen op het vliegtuig richting China. Zometeen meer.
Gelderse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg gaan gevangenen met psychiatrische problemen opvangen. Het gaat om de Gelderse Roos, GGNet en Iriszorg. Het ministerie heeft daar toestemming voor gegeven omdat gevangenissen niet genoeg zorg kunnen bieden. Het is nog niet bekend waar gedetineerden worden opgevangen. De gemeente Aalten wil dat de provincie de maximumsnelheid op de ringweg verlaagt van 70 naar 60 km per uur. Aanleiding is een ongeluk met een Lamborghini vorige week. De auto vloog uit de bocht en reed een huis binnen. Op die plek zijn al vaker ongelukken gebeurd. Ook wil de gemeente met matrixborden waarschuwen voor de bocht. Een pinpasfraudeur is in Apeldoorn op het Mercatorplein opgepakt toen hij de skimapparatuur wilde verwijderen. Vorige maand is er ook al apparatuur op deze automaat aangetroffen om gegevens van pinpassen te kopiëren. Onderzocht wordt of de verdachte ook bij een eerder fraudezaak betrokken is geweest. De technische storing bij de spitsstroken op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer is nog steeds niet opgelost. Rijkswaterstaat kondigde vorige week aan dat de spitsstroken deze vrijdag weer zouden werken. De storing is ontstaan na een blikseminslag op 1 juni. Flatbewoners in de Arnhemse wijk Het Broek zitten noodgedwongen met de ramen en deuren dicht. Ze hebben last van de stank van duiven die op de balkons poepen. De overlast is dit jaar erger dan andere jaren. Volgens de woningcorporatie komen de duiven op rondslingerende etensresten af. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. 250 schapen grazen in Apeldoorn een kunstwerk. Het kunstwerk wordt onderdeel van de Triennale, een cultureel tuin- en landschapsevenement. Vandaag waren de schapen aan het proefgrazen in Nijmegen. De moderne kunst, zo vinden veel mensen, hangt van veel gepraat en geblaat aan elkaar. En degenen die dat ook denken, kunnen dit bijzondere kunstproject beter niet bezoeken, want de kunstenaars hier doen niet anders. Kunstschilder Guido Nieuwendijk gebruikte de schaapskudde van de Nijmeegse herder Ronald Weilhuizen voor zijn nieuwste creatie genaamd Bad Fencing, Good Fencing. Nu zijn de schapen eigenlijk de vervanging voor mijn penselen. Ik vind het wel een spannende uitdaging. Dat doen we niet elke dag dus. Het is de bedoeling dat de Nijmeegse schapen in Apeldoorn straks een ontwerp van Nieuwendijk in het gras uitgrazen. Vandaag bekeek de kunstenaar of de Nijmeegse schapen kunstzinnig genoeg zijn om op de juiste plekken te grazen. Jaren geleden is er slechts eenmaal eerder geëxperimenteerd of schapen een kunstwerk kunnen grazen. Dit zijn luchtopnames van die poging die vanwege de uitbraak van de MKZ gestaakt moest worden. Nieuwendijk werkt aan een veel gecompliceerder ontwerp. Je moet eigenlijk in negatieve denken, omdat ze delen weghalen in plaats van met verf voeg je toe. En het kostte ook een nodige hoofdbrekens. Jake, kom bij. Goed zo, Jake. Kom bij. Kom bij, Jake. Kip, 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 kip. Wee. Kip, 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 kip. Goed zo. Wee, Jake. De schapen grazen op die plekken die de herder en de hond aangeven. Goed zo, Jake. Away, Jake. Away. En voor het gecompliceerdere, fijnere lijnenspel spant de kunstenaar hekken, zodat de schapen keurig tussen de lijntjes grazen. Ik heb een heel strak ontwerp gemaakt om ook tegenwicht te bieden aan het onvoorspelbare van de schapen. Schapen zijn zelf niet kunstzinnig. Wel als we ze een handje helpen. Ze grazen misschien niet alles helemaal weg. Dus er zit wel een soort onvoorspelbaarheid daarin. Ik denk dat je er een week of vier er niks meer van zit. Dan is alles het gras ongeveer even lang, dan is het mooie effect weg. Omdat het kunstwerk alleen van boven goed te zien is, moet de woon- en zorgorganisatie De Woonmensen, in wiens opdracht het kunstwerk wordt gemaakt, de nodige maatregelen nemen, zodat het voor het publiek toch te zien is. Er hangt een luchtballon boven, ballonnen met een camera eronder en er staan beeldschermen. Op de beeldschermen kunnen mensen het kunstwerk bekijken. Er staat een hoogwerker naast, waar 5 mensen tegelijkertijd naar boven kunnen en het kunstwerk bekijken. En er wordt ook een vliegtuigje geregeld die regelmatig overvliegt en... Waarschijnlijk kunnen daar ook mensen bij in. De schapen grazen het kunstwerk in Apeldoorn in 2 weekenden. Dat van 23 en 24 augustus en dat van 30 en 31 augustus. Het is de droom van elke topsporter, de Olympische Spelen. Maar ook de droom van vele uitzendkrachten. Ze willen dolgraag werken in het Holland Heineken House. Duizenden melden zich aan. Een kleine 200 mogen morgen op het vliegtuig naar Peking.
En dit is een van hen. Karianne Dijk uit Oosterbeek. Ja, echt waanzinnig veel zin in. Ik vind het wel heel spannend allemaal. Het komt er nu heel dichtbij. Maar nee, ik kan echt niet wachten om morgen in het vliegtuig te zitten. Ruim 3300 mensen hebben zich aangemeld om in het Holland Heinekenhuis te werken. Slechts 170 daarvan kregen de baan. De sollicitanten moeten aan heel wat eisen voldoen. Ze moeten er representatief uitzien, horecaervaring hebben, van sport houden en enthousiast zijn. Wat verwacht je ervan? Heel hard werken. Dat is heel duidelijk gemaakt. Van, nou, het is echt 7 dagen per week, 10 uur per dag gewoon aan de slag. Ik verwacht wel echt een super feestje. Ik hoop dat we veel medailles natuurlijk gaan halen en dat we veel huldigingen hebben. Tijd om rond te kijken krijgen de medewerkers nauwelijks. En iedereen krijgt wel geteld 1 kaartje voor een Olympische wedstrijd. Dus er gaat voornamelijk werkkleding mee in de koffer. Boekjes over China natuurlijk. Ik heb me al aardig ingelezen. Verder mijn werkschoenen. Hier gaan we op werken. Dus dat is wel, ja, ik heb ze al ingelopen. Ze lopen echt super. De koffer is gepakt. Het paspoort ligt klaar. Hoogste tijd om gedag te zeggen. Nou, nog een laatste groet. Zayang in Beijing. Na het warme en soms broeierige weer staat er nu weer een koelere periode voor de deur. Meer hierover hoort u van Amara Onwuka. Ja, het wordt inderdaad de komende dagen een stuk minder broeierig. Het wordt zelfs licht wisselvallig gedurende het weekend en maandag. Maar in de loop van volgende week gaat het weer zich weer stabiliseren. En krijgen we weer tijdelijk eventjes van die zomerse waarden. Nou, vandaag duidelijk een verkoeling, een opluchting voor de meeste mensen. Een grijze start van dag eventjes. De regen was al snel weggetrokken. En de bewolking brak eigenlijk ook al vrij snel. Dat kon je mooi dat hapje uit de zon zien. Van die gedeeltelijke zonsverduistering. Eigenlijk een hele mooie dag is voor vandaag, met zeker in de middag flinke opklaringen. De storing hadden we achter ons gelaten en er ontstonden wel wat stapelwolken, af en toe wat sluierbewolking. Maar het mooie is de aanvoerrichting vanuit het zuidwesten, ja, daar zit nog meer schone lucht aan te komen. Betekent dus dat we ook morgen een overwegend droge dag gaan krijgen. De stapelwolken die zich vandaag hadden gevormd, die gaan weer inzakken. We krijgen een heldere nacht, hier en daar wat grondmistbanken en temperaturen die gelukkig een stuk onder de 20 graden gaan uitkomen. 13 graden, misschien 14 graden langs de randmeren. Morgen dan een heldere start van de dag op de meeste plaatsen. Hier en daar wat lichte bewolking, de zon komt veel aan bod. Maar de bewolking gaat toenemen en vooral hier langs de randmeren. Misschien ook op de Veluwe, kans op een enkel lichtbuitje. Veel zal het niet zijn, op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Wel is het zo dat tegen de avond de bewolking vanuit het zuidwesten duidelijk gaat toenemen. Maar ja, grotendeel is het dus gewoon droog. Behoorlijk wat zon en temperaturen die echt aangenaam zijn hoor. Zo rond de 23 graden. Misschien leuk om naar AGOVV te gaan. Voetbalclub in Apeldoorn, die houdt morgen een open dag. Dan gaan we even kijken naar de dagen. De rest op een rijtje, want zondag zien we duidelijk meer bewolking. Af en toe wat regen. Temperaturen die al wat lager gaan uitkomen. Maandag slechts 20 graden met een aantal buitjes, maar ook regelmatig de zon. En na maandag gaat het weer zich weer stabiliseren. Temperaturen kruipen omhoog tot op woensdag weer de zomerse waarde. Wat zijn de verwachtingen van spelers en supporters van voetbalclub AGOVV voor het nieuwe seizoen? Morgen, dan houden ze open huis. U ziet het in het nieuws. Ik wens u nog een fijne avond en een goed weekend.